Ik denk als de conducteur nu komt dat ik echt wel een probleem heb. Yo mensen, een hele goede morgen zonder zorgen. Het is vandaag een fantastische dag, het is super goed weer. En ik ben op weg richting Brugge. Ik ga mijn iPhone laten maken en later moet ik naar Knokke, naar de politie. Dus bij deze mensen, we maken er een fantastische dag van, sowieso. Ik ben stoked en ben nu op weg naar de trein. Ik heb nog 10 minuten, dus let's go. Yo! Wat? Ga open! Het is ook altijd zo spannend om gewoon net op deze trein binnen te rijden. Ik heb nog 4 minuten en als er zoiets kleins misloopt, gelijk daarnet die deuren, dan kom je gewoon te laat. En daar heb ik echt geen zin in, want dat is een uur wachten. Joe, we zijn op tijd. Nice. Ik ben net toegekomen in Brugge, jullie zien het, ik ben hier aan het water, dat is echt een mega mooie plek. En ik heb ook net een sms gehad van die guy dat mijn gsm ging maken, dat het vandaag niet kan doorgaan, want hij had het blijkbaar mis ingeschat en hij heeft geen tijd meer. Dus ik ga straks gewoon richting Knokke, maar ik ga eerst deze broek veranderen in een short, want ik ben hier echt aan het bakken van de warmte. Het is niet normaal hoe warm dat het is en ik loop hier gewoon in deze lange broek. Ik had het echt gewoon mis ingeschat. Oh my god. We gaan nu een short gaan kopen ofzo. Ik ga gewoon het stad in en we zien wel. Ik hoop echt dat ik een chille short kan vinden, anders ga ik echt met zwetende benen de hele dag moeten doorbrengen en daar heb ik geen zin in. Joe! Om jullie even een beeld te geven hoeveel wind er is, check dit mensen. Deze vlag maakt superveel lawaai, gaat helemaal tekeer. En zoals jullie zien, ik ben in de winkelstraat van Brugge. Hoppa, we gaan nu richting de H&M en we gaan gewoon checken voor een short. Want mijn benen hebben veel te warm. Joe! Oké, nice. Ik heb een nieuwe short en eindelijk lekker fris. Joe! Ik heb nog 5 minuten voor de trein naar Knokke te nemen. Let's fucking go. Oh my god. Holy moly, dit is heerlijk. Normaal was dat hier echt de slechtste route dat er is. En dit hebben ze blijkbaar gemaakt. Dus die route is zo smooth. Holy moly, check die shit. What? Knokke gaat hard. Pull up. Ik heb net telefoon gehad van de politie. Ik moet blijkbaar om 1 uur naar de politie en het is momenteel al 1:30, dus ik ben te laat. Maar ze zijn op mij aan het wachten en ik ben nu op weg naar de politie. Ik heb mijn rugzak ook net thuis gedropt. Ik heb daar net 3 nieuwe t-shirts gekocht, maar ik heb geen kousen gevonden. Nog altijd niet, maar ik denk dat ik er gewoon thuis van mijn broer ga stelen, dus dat komt allemaal in orde. Eerst naar de politie en wens me succes. Joe! Terug van het politiekantoor en het is echt wel super grappig. Die politie mevrouw is echt een super lieve vrouw en ik begin ze al een beetje te kennen en je kan echt nooit geloven waarvoor dat er een dossier is binnengekomen tegen mij. Jullie gaan het echt gewoon nooit geloven. Ik ga nu richting de spot waar dat ik altijd ga chillen en daar gaan we alles een keer overlopen. Het is echt extreem grappig, niet normaal. Joe! Dit is niet normaal mensen, dit is niet normaal. De eerste klacht was eigenlijk gewoon een verlaten locatie en ik heb gewoon een verklaring afgelegd en uitgelegd dat eigenlijk een verlaten locatie bezoeken iets is dat echt wel veel mensen doen en het is niet omdat wij het op YouTube zetten dat dat opeens echt een grote misdaad is. Dat wordt nu eenmaal veel gedaan. Maar ja, het is wat het is. Sommige mensen hebben dat niet graag. Het is hun eigendom, dus ze proberen zo een soort klachten te dienen of zo. En that's it. Niets aan te doen. Ik heb gewoon mijn verklaring ingediend. Dat wordt waarschijnlijk toch geseponeerd. Allemaal geen probleem. Maar de tweede klacht
De tweede klacht was echt niet normaal. Misschien herinneren jullie nog die ene mevrouw dat zo water op mij had gespoten. Zij heeft namelijk klacht ingediend tegen mij. Ik snap er echt gewoon geen hol van. Ze heeft van alles uitgevonden en noem maar op, allemaal bullshit. Ik ga jullie ook niet precies vertellen wat, want dat maakt allemaal geen fuck uit. Maar ze heeft mij echt zwaar beschuldigd en ik heb alles gewoon op camera. Dus ik heb gewoon alles kunnen uitleggen. Ik had het filmpje, we hebben dat bekeken met die politie. Het was echt super grappig, want alles stond op camera. Ik heb totaal niet in haar weg gereden. Zij heeft mij uitgescholden. Ik heb haar wel aan haar bagagedrager gehangen. Wow, maar dat was totaal niet erg. Dat was totaal geen probleem. Oké, dat was niet de beste move. Maar ja, daarna is ze agressief geworden. Heeft ze water op mij gespoten. Ze was aan het spookrijden, noem maar op. Dus zij was echt fucked up, hard en fout. Sowieso. Mij maakt het allemaal niet uit. Ik ga dat madammeke ook gewoon laten. Ze is in mijn hoofd gewoon helemaal gek geworden. En ze is blijkbaar nog gekker dan dat ik dacht. Ik ga nu naar huis, ik ga iets gaan eten, ik weet niet wat ik ga doen. Ik ga gewoon gaan eten, let's go. Ik heb te lang bij die politie gezeten. Ik weet zelf niet hoe laat dat het is, want mijn gsm ligt nog thuis. Joe! Dit is een van de t-shirts dat ik heb gekocht. Ik vind hem echt wel nice. Ik had altijd nog een keer zin in een t-shirt in het geel. En nu heb ik een en hij is lekker baggy. Hij zit echt goed, sowieso. Ik heb daarnet even een douche genomen, want in die verhoorkamer, ik weet niet, ik zweet daar gewoon altijd zoveel. En nu voel ik me echt super fresh. Dus we gaan zonder rugzak een toertje doen door Knokken. Wow, yo. Dit maakt veel lawaai. Er is hier blijkbaar iemand bezig met een machine of zo. Oké, we gaan cruisen door Knokken en daarvan sowieso genieten. Yo. Ik heb opeens echt super veel zin in sushi. Dus we gaan hier in de Carrefour lekker sushi halen. Kennen jullie het gevoel dat jullie toch altijd kijken wat dat er is? Maar je neemt gewoon toch elke keer hetzelfde. Ik neem altijd deze. Let's go. Ik had echt verwacht dat ik hier normaal helemaal alleen ging zijn, maar dit is geen waar. Knokken is nog altijd in vuur en vlam. Waarschijnlijk heeft Frankrijk of zo nog altijd vakantie, want iedereen spreekt momenteel hier letterlijk gewoon Frans. Hey! Jullie horen het, iedereen is hier van Frankrijk, de mensen zijn super vriendelijk. En het is hier heerlijk, gewoon lekker cruisen. Dit skateboard gaat echt zo hard. In Gent gaat het niet zo hard omdat de wegen slecht zijn, maar hier, de dijk cruist zo hard. Ik ga een spot zoeken om dit op te eten en ik zou zeggen, let's fucking go. We gaan genieten, wow, wel opletten van de mensen. Yo! Het is echt ook heel nice om met je voeten in het zand te chillen. Het is momenteel ook gele vlag. Gele vlag betekent dat je in de zee mag, maar niet met bijvoorbeeld een opblaasbare luchtmatras, een krokodil, een opblaasbare donut, noem maar op. Dit mag allemaal niet, maar wel gewoon in de zee. En je moet er ook extra opletten, want de zee kan een beetje wilder zijn. Ik ga hier van deze sushi echt genieten. Dit gaat echt smaken. Eet smakelijk als je ook iets aan het eten bent. Ik weet ook niet hoe jullie sushi graag hebben, maar ik doe altijd van deze wasabi erop. Zo, een klein beetje, want het is echt heel pikant. Oh my god, ik hou echt van deze sushi. Ik hoop dat jullie mij een beetje kunnen verstaan, want de wind is hier zo hard. Maar het is echt gewoon zalig. Het is volle bak genieten. Het zonnetje is echt aan het branden. En het zand heeft ook lekker warm. En het windje is zo een beetje fris. En dat doet gewoon zoveel deugd. Ik heb net ook de laatste nieuwe video van Enzo gezien. De video van de laatste dag van de Bijtijs. Het was echt zo'n vette periode. Sowieso. Ik kijk al uit naar de volgende meeting. En ik hoop dat jullie er sowieso ook gewoon naar uitkijken. Ik ga hier nog een beetje chillen. En daarna waarschijnlijk terug gaan cruisen op mijn skateboard. Of ik denk dat ik gewoon nu mijn skateboard ga nemen en drinken ga halen. Dat gaan we doen. We gaan drinken halen.
ik ben hier niet de enige op mijn skateboard. Deze guy is ook op zijn skateboard. Hey! En daar zie ik een Segway. Ja. Holy moly. Ik doe een shout-out naar Benny Vlots en naar ja, al mijn vrienden van op school. Joe, jullie horen het. Oké, okay, ik ga terug op de cruise, want ik wil dit in de zon opdoen. Ja. Yo. Yo. Ciao. Yo. Yo. Nu ben ik helemaal tot hier geskate om van het zonnetje te genieten. En er hangt opeens onweer in de lucht. Er is een grijze wolk. En de wind wordt alleen maar harder en harder. Normaal is het hier echt altijd genieten. Ik vind het nu ook wel mooi. Er zijn daar zelf ook nog wakeboarders aan het wakeboarden. Maar ik ga niet blijven, want het is een beetje koud aan het worden. Dus ik ga dit sapje gewoon op weg naar huis drinken. Ik ga mijn spullen nemen en ik ga waarschijnlijk terug de trein op, want het begint al laat te worden. Het was wel een heerlijke dag in Knokke, sowieso. Ik ben hier momenteel kip aan het bakken. Jullie zien het en ik moet jullie nog één iets tonen. Mijn broer is dus deze fiets aan het restaureren. Dat is mijn oude BMX waar we heel de zomer mee in het water hebben gesprongen. En check dit. Check dit. Normaal hangt hier een sticker, maar de sticker is eraf. En zoals jullie kunnen zien, dit is volledig gebarsten. Dus dit frame is helemaal kapot. En het plan om deze fiets te restaureren wordt dan een beetje moeilijker. Net. Hoppa. Maar in ieder geval, we blijven lachen. Jullie zien het. Altijd een smiley. Joe. Ik ga nu eten, want binnen een half uurtje is mijn trein. Let's go. Ga je naar achteren. Er staat hier ook een heerlijke salade. Jullie zien het. En de kip is klaar. Joe. Oké. Hoppa. En we zijn er weer vandoor. Mijn broer gaat me afzetten. Thanks, alleszins. Geen probleem. Woe. Joe. Oké, nice. Ik ben net op tijd. Ik ben helemaal naar de andere kant van de trein gelopen. Ik had nog 5 minuutjes, dus ruim de tijd. En ik ben hier helemaal alleen. Nice! Super chill om hier gewoon helemaal alleen op deze wagon te zitten. Ik kan gewoon een filmpje bekijken zonder mijn oordopjes te moeten gebruiken. Mijn skateboard heeft zelfs zijn eigen plaats. Hier in deze wagon is ook niemand. Hoppa. En ik denk, of ja, ik hoop alleszins, want ik praat hier wel redelijk luid. Ik denk dat er hier ook niemand is. Hey, helemaal alleen. Dus dat wil zeggen dat ik hier gewoon kan roepen. Hey, super nice, hoppa. En ik heb een plan. Ik ga hier namelijk eens opleggen. Ik vraag me al altijd af, is dit mogelijk? Ik heb mijn schoenen trouwens al uitgedaan, dus het is legaal. Maar dat kan je echt nooit testen, maar nu ik alleen op de trein ben, kan dit wel. Dus we gaan dit proberen. Dat zou echt knijter zijn. Oh my god. Kan ik hier opleggen? Hoppa! Dit lukt gewoon perfect. Wajow, ik voel me net op een stapelbed. Oh, maar ik kan niet draaien. Check, mijn schouder zit hier zo klem. Oh. Hey, maar dit is knijters. Ik denk als de conducteur nu komt dat ik echt wel een probleem heb. Hohohoho. Heerlijk dit. Ik heb het nu toch eens gedaan, dan kan ik nu van mijn bucketlist afschrappen. Joe. En ik kwam ook opeens op het idee om te gaan skaten in de trein. Wajow. Dit is nice. Dit is nice. Joe. Hoho. Heerlijk. Ik heb dat nog nooit gedaan. Of ja, ik heb het wel al eens gedaan. Maar nu kan je het gewoon helemaal alleen doen. In 3 verschillende wagonnen. Damn. Hey, dit is best leuk. Opeens stappen hier allemaal mensen op. En ik was nog aan het skaten. Ik had niet eens door dat we eigenlijk net gestopt waren. Holy moly.
echt altijd een magisch moment als de katjes opeens tevoorschijn komen als ik thuis kom. Ze horen mij gewoon altijd thuis komen. Al is het mijn skateboard, mijn BMX, ben ik te voet, ze horen het gewoon altijd. Hey, wat zijn jullie lieve rakkers. Ik heb echt zoveel aan die katjes, die geven mij zoveel liefde. En ik hun natuurlijk ook, sowieso. Maar het zijn echte schatjes, sowieso. Ik ga nu naar binnen en misschien nog iets doen, misschien ook niet. We zien wel. Hey. Altijd grappig als ik ze betrap. Wow. Ik ging echt net zeggen, als ik ze betrap op vechten, dan stoppen ze altijd met vechten. Maar blijkbaar deze keer niet. Kom aan, vechten. Check dit mensen, check dit. Dit is allemaal wel voor te spelen. Maar het ziet er echt gewoon zo heftig uit. Deze katjes zijn soms echt niet normaal. En ik kan jullie verzekeren, de gekste dingen heb ik totaal nog nooit gefilmd. Ik sluit de avond af met een yoghurtje. Met een beetje pindakaas, een beetje fruit en nootjes. Dit gaat echt super nice smaken. Ik heb hier ook nog een fanmail naast me liggen. Jullie zien het. En dat was één dat ik gisteren nog vergeten toon was. Dat is echt ook een super nice fanmail. Sowieso. Jullie zien het. Bunny Vlogs in de geel met de rode kleuren. Een dikke shout-out naar jou. Sowieso, er staat hier ook. Knol is verleden tijd, Knol Power. Ik denk dat Enzo Knol totaal geen verleden tijd is. Die dude heeft bijna de 2 miljoen abonnees. Wij hebben daarnet de 28.000 abonnees gehaald. Ik wil jullie echt allemaal bedanken. Bunny Vlogs gaat hard en ik ben stoked. Ik ga hier nog een filmpje bekijken. Ik hoef gewoon op deze muis te klikken. Oh. Zo, en het filmpje begint. Dat is echt super handig, zo'n Bluetooth muis. En terug op pauze. Het is trouwens een filmpje van Casey Neistat, een van mijn favoriete vloggers. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de support, bedanken voor alles. Het zijn echt weer super positieve comments in de vlog, dus een dikke shout-out naar jullie allemaal. Bedankt voor het kijken, like de video, deel de video met al je vrienden en ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Peace out, ciao, yo.